Hallo iedereen en welkom bij de videopresentatie van de demo van onze game Contrivance. Terwijl de introfilm speelt, ga ik vlug even situeren waar het over gaat. Je speelt als speler als Sam, het werkrobotje dat je daar ziet. En je bent een kerel terechtgekomen in een staal recyclagefabriek. Het is aan jou om overal upgrades te zoeken die in de fabriek verspreid liggen en die je gaan toelaten om allerlei moeilijkheden te overkomen en puzzels op te lossen. Hier zien jullie het introscherm en we gaan zo dadelijk beginnen met de game. De level die je hier gaat zien, je kan direct een overzicht krijgen, is reeds de derde level in de game. En er zijn al enkele upgrades bemachtigd die jullie meteen zullen zien. We gaan direct naar het begin van de level gaan en daar is Sam. Oké, de eerste upgrade die je hier ziet, die Sam momenteel geëquipt heeft, is de bogenstick, waar je uiteraard kan rondspringen en waarmee je bepaalde hoogtes kan springen. Momenteel wordt er een puzzel opgelost waarbij je dozen moet verschuiven. Die dozen kunnen verschoven worden omdat Sam ook al een duwarm upgrade heeft gewonnen in de vorige level. Je kan ook meteen zien dat de interactiviteit met de level aangeduid wordt door een geel uitroepteken. En we proberen uiteraard bij die nice sparkling boots te geraken die erboven liggen. En daarvoor moeten we uiteraard eerst op de doos gaan verschuiven. Alle controls en physics in de game zijn custom programmed. Dus daar is altijd nog aanpassing aan mogelijk. Oké, we zijn bijna bij de magnet boots. De wegwijzers maken ook een beetje duidelijk waar je naartoe moet. Hier zie je ook dat als je een upgrade krijgt, je meteen een tutorial krijgt. Uiteraard een waarschuwing dat je magnet boots hebt en tutorial. En jullie hebben ook meteen de HUD in werking gezien, die je daar ergens boven vindt. En die gaat ook door verschillende onderdelen. Kan je daar real-time heel gemakkelijk switchen tussen de verschillende onderdelen. Elke upgrade heeft ook zo zijn voor- en zijn nadelen. Zoals je hier kan zien, de magnet boots zijn heel tof om op buizen te gaan lopen. Maar nogal een betant voor op de grond. Want ze zijn allemaal nog veel te traag. Maar uiteraard, als je omgekeerd moet gaan hangen in een level, dan kunnen ze wel handig zijn. Goed, dus hier gaan we snel weer wisselen naar je bovenstok om verder te geraken. Weer buizen. Oké, wisselen. Ja. Oké. Misschien ook even opmerken dat zowat alles in de game is custom made. Er wordt wel niet van de UDK engine of van de UDK database of mesh base gebruikt. Alles is zelf gemaakt. Ik geloof alleen misschien de Steam shader, maar ik geloof dat die zelfs ook aangepast is. Er is ook 3D sound aanwezig. En als je dichter bij die stroom gaat komen, blauwer worden. Hier zien we scripted event. Er is weer interactie met de level, dus uitroepteken verschijnt. Goed, de brug gaat naar beneden. We gaan eens proberen overspringen. Ja, oké, dat gaat dus langs geen kant in gaan. Dus we gaan een andere tactiek moeten vinden. Goed, we weten uit de eerste level dat bijvoorbeeld met de wheel upgrade dat je er heel snel mee kan gaan. Dus we gaan deze gebruiken. Oké, we zien dus, we zijn hier momenteel op een labyrinth. Of een doolhofachtig stuk gekomen. En je speelt hier met het wiel. Het voordeel van het wiel is dat slecht is. Voordeel van het wiel is dat het niet zozeer slecht is, maar dat je er snel mee kan gaan en bijvoorbeeld mee kan springen. En ook het laat toe om bepaalde ondergronden te gaan die andere upgrades niet toelaten, zoals je daar onder de HUD ook kan zien. Oké, en hier komen we dan eigenlijk bij het einde van onze demo, waar we dus ons opgelost gewoon bij de deur. Weer een scripted event. Deze kunnen we uiteraard laten spelen. En we kunnen door naar de volgende kamer. Die gewoon nog zal moeten gemaakt worden. Sam is uitgedanst. Oké. Goed. Dankjewel voor het kijken. En hopelijk binnenkort voor meer.